De dromer. Jacob had 12 zonen, maar hij hield het allermeest van Jozef. Hij gaf Jozef een speciale, felgekleurde jas. Jozefs broers waren jaloers op hem. Ze haatten hem. Jozef had ook bijzondere dromen. Ik droomde dat wij allemaal korenschoven waren, zei hij. En jullie schoven bogen voor de mijne. De broers van Jozef haatten hem nog meer. Jozef had een andere droom. De zon, de maan en 11 sterren bogen voor mij. Zijn vader en broers mopperden. Zeg je dat je de baas over ons zult zijn? Op een dag waren de broers van Jozef hun schapen aan het hoeden in het veld. Ze zagen hem aankomen voor een bezoek. Ze maakten een plan om hem te doden en een einde te maken aan zijn droom. Het is verkeerd om onze broer te doden, zei Ruben. Laten we hem in deze lege put gooien. Dus trokken ze Jozefs mooie jas uit en gooiden ze hem in de put. Er kwamen Ismaëlische handelaren voorbij op weg naar Egypte. Juda had een plan. Laten we Jozef als slaaf aan die handelaren verkopen. En zo verkochten de broers Jozef voor 20 zilverstukken. De broers doopten de jas van Jozef in het bloed van een geit en lieten die jas aan Jacob zien. Mijn zoon is dood, huilde hij. Ondertussen was Jozef meegenomen naar Egypte. Maar God was bij Jozef. In Egypte verkochten de Ismaëlieten Jozef aan Potifar, een van de kapiteins van de farao. God zegende Jozef en zorgde ervoor dat het goed met hem ging. Potifar maakte Jozef de baas over alles wat er in zijn huis gebeurde.